Hoi, goed dat je kijkt weer naar een biologieles online van het thema organen en cellen. En dit is er wel eentje, want deze video die zal namelijk gaan over mitose, oftewel de gewone celdeling. En dit is een heel bekend onderwerp binnen de biologie. Mitose, de gewone celdeling. Nou ja, we hebben het over cellen gehad, we hebben het over de inhoud van cellen gehad, hè? Over het kernplasma met de chromosomen. Maar cellen, nou goed, we hebben er nogal wat. Deze cellen doen aan celdeling, want ze moeten zich vermenigvuldigen. Nou, waarom moet dat eigenlijk? Nou, dit moet omdat je groeit, je ontwikkelt je. He, eerst was je nog maar een klein ukkie-pukkie, maar je werd groter. Nou ja, goed, in de puberteit bijvoorbeeld, dan heb je een groeispurt. Dan word je in een vrij korte tijd een stuk langer. Nou, hier zijn heel veel nieuwe cellen voor nodig. En dus ook mitose, gewone celdeling. Het aanvullen. Nou ja, als ik eens even goed over mijn armen wrijf, dan kan ik je één ding verzekeren. Dan ben ik heel wat huidcellen kwijtgeraakt. Nou, het kan niet zo zijn dat ik hier wegslijt. Nee, vanuit de kiemlaag, vanuit de huid, daar worden gewoon weer mooie nieuwe huidcelletjes aangemaakt. Zodat datgene wat ik kwijtraak, dat ook weer wordt aangevuld. Herstel bij schade. Nou ja, dat is een heel duidelijk verhaal. Stel je voor je valt, je hebt een fikse schaafwond, dan wil je wel dat het weer netjes dichtgroeit. Nou, hiervoor zijn ook weer nieuwe cellen nodig. Mitose noemen we dit. Gewone celdeling. Nou ja, is er dan ook een soort van ongewone celdeling? Nee, niets is ongewoon. Maar er is wel een ander type celdeling, namelijk niet het produceren van nieuwe lichaamcellen, maar het produceren van geslachtcellen. Zaadcellen bij de man, eicellen bij de vrouw. En dit noemen we meiose. Maar goed, dit komt nu niet aan bod in dit hoofdstuk. Nu hebben we het over de gewone lichaamcellen, dus over je huidcellen bijvoorbeeld, of over je spiercellen. En deze celdeling, dat noemen we wel degelijk mitose. Nou, hoe gaat dat nou een klein beetje in zijn werk? Nou ja, even simpel gezegd, we beginnen makkelijk. Je hebt een cel, en deze cel gaat zichzelf delen. De kern deelt zich, de cel snoert zich vervolgens in, en je hebt twee nieuwe cellen. Ook in beide cellen zit weer netjes een celkern. Nou, zo'n celdeling, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ja, en toch moeten we wel even iets verder kijken natuurlijk. Want je kan wel zeggen, heel simpel van, nou, deze kern die deelt zich, huppakee, verdeeld over twee nieuwe cellen en klaar is Kees. Maar wij weten inmiddels wel iets meer. We weten namelijk iets over de inhoud van een celkern. Want in een celkern, daar zat kernplasma en dat bestond grotendeels uit chromosomen. Langgerekte dunne draden die de stof DNA bevatten en ze konden erfelijke eigenschappen dragen. En in een lichaamcel van de mens, daar zaten 46 chromosomen, 23 paren. Oh, nou dan vind ik het makkelijk. Weet je wat ik doe? Dan doe ik 23 chromosomen, die breng ik eventjes naar deze cel met deze kern. En de andere 23, die stop ik mooi in deze kern van deze cel. Hey, netjes verdeeld. Ja, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want we willen wel bij celdeling dat de nieuwe cellen die ontstaan er exact hetzelfde uitzien, maar ook de exact dezelfde inhoud bevatten als in de beginsituatie. Nou, hoe dat in zijn werk gaat, dat ga ik je zo vertellen. Op deze afbeelding zie je het volgende gebeuren. Je hebt een cel en deze cel die deelt zich in ongeveer 30 minuten tijd. Dit hangt wel een beetje van het type cel af. Sommige cellen delen zich wat sneller dan andere cellen. Maar van deze cel komen uiteindelijk weer twee nieuwe cellen. Deze twee cellen gaan zich ook weer delen. En 30 minuten later, dan zitten we op 4 cellen. Van 4 gaan we naar 8. Van 8 gaan we naar 16. En zo zie je dat dat aantal cellen best snel op kan lopen tijdens zo'n mitose. Maar oké, voordat die cel zich dus kan gaan delen, dan zal er wel iets moeten gebeuren met die chromosomen. En dat gebeurt ook. Ieder chromosoom maakt namelijk een exact kopie van zichzelf voordat celdeling plaatsvindt. Nou, om het een beetje eenvoudig te houden en overzichtelijk te maken, heb ik een plaatje waarin ik spreek over een moedercel en de twee dochtercellen die ontstaan. Ik gebruik in dit geval geen 46 chromosomen, 23 paren, maar echt lekker eenvoudig twee chromosomen. Namelijk één rode en één blauw chromosoom. Wat ik al zei. Eerst gaan de chromosomen exacte kopieën maken van zichzelf. Het rode chromosoom maakt een kopie van zichzelf en het blauwe chromosoom maakt een kopie van zichzelf. Deze kopieën zitten nog wel aan elkaar vast op dit plekje. Dit noemen we eigenlijk ook wel chromatiden. Nou, op dit moment is de cel vrijwel klaar voor celdeling. Dit gaat als volgt. De chromatiden, oftewel de
chromosomen met de, die gekopieerd zijn, die bevinden zich in de richting van het midden van de cel. Daar gaan ze eigenlijk als het ware mooi op een rijtje liggen. Dan ontstaan er een soort van trekdraden vanuit de polen, de centromeren genoemd. Deze trekdraden die bevestigen zichzelf aan de kopieën, aan deze chromatiden. Op het moment dat ze eigenlijk allemaal keurig bevestigd zitten, worden de trekdraden korter en ze beginnen eens eventjes flink aan die kopieën te trekken en deze worden dus ook daadwerkelijk los van elkaar getrokken. Het blauwe en het rode chromosoom beweegt naar boven en deze twee bewegen naar beneden. En de cel gaat zich insnoeren. De celdeling, de mitose, vindt plaats. En uiteindelijk, in het laatste stadium, zien we hier twee nieuwe dochtercellen met exact dezelfde inhoud als de moedercel. Ik wil wel een kleine opmerking plaatsen. We spreken hier over moedercel en over de dochtercellen. Het werkt een beetje in de hand dat je gaat denken van, oh, vanuit deze moedercel ontstaan twee dochtercellen. Nee, dat is niet het geval. Deze moedercel die deelt zich eigenlijk op in twee nieuwe cellen. En dat noemen we dan de dochtercellen. Mitose, dat kun je eigenlijk in een aantal stappen onderverdelen. Stap 1, kopiëren. Stap 2, spiraliseren. Stap 3, een kerndeling. En stap 4, celdeling. En eigenlijk is er ook nog een vijfde stap en dat noemen we plasmagroei. Die wil ik ook nog eventjes kort bespreken. Een kleine animatie. In deze animatie, daar hebben ze het soms over een aantal termen, zoals profase, en er komen straks nog een paar van dit soort termen. Zit je op het VMBO, op de MAVO, dan kun je dat heel eventjes links van je laten liggen. Zit je natuurlijk op een school, hè, bijvoorbeeld een HAVO of VWO, dan is het wel van belang dat je dat ook weet. Nou, de chromosomen hebben kopieën van zichzelf gemaakt en ze worden korter en dikker. Dit noemden we spiraliseren. Vanuit de polen, vanuit de centromeren, ontstaan er trekdraden en deze trekdraden die bevestigen zich aan de chromosomen. En die trekdraden die gaan trekken. De chromosomen worden los van elkaar getrokken of de kopieën worden los van elkaar getrokken. En de cel ging zich insnoeren. Mitose, oftewel celdeling, vindt plaats. De chromosomen die worden weer lekker lang en dun en er ontstaan uiteindelijk ook weer twee nieuwe kernmembranen om de chromosomen. En de cel die deelt zich. De elevator pitch. Nou, wat is dit nou weer? Nou, een elevator pitch, dat is eigenlijk een oefening. Een oefening waarin je in 1 minuut tijd iets probeert duidelijk te maken. Dus dat je echt eventjes de belangrijkste zaken bespreekt. Nou, het komt uit het bedrijfsleven. Bij een elevator pitch, dan moet je soms jezelf zien te verkopen of jouw idee zien te verkopen aan jouw baas. En dat in 1 minuut tijd. En waarom elevator? Nou, het staat natuurlijk voor lift. Nou, stel je voor, je zou samen met je baas in een lift staan. En zo'n ritje in de lift, dat duurt ongeveer 1 minuut. Dan zou je eigenlijk in 1 minuut tijd jouw baas moeten overtuigen van jouw idee. Nou, dat gaan we nou natuurlijk niet doen. Maar een elevator pitch, dat is wel leuk om een keer toe te passen. Ook voor jezelf, wanneer je een basisstof hebt geleerd of je hebt een compleet hoofdstuk geleerd. Dat je gaat proberen een onderwerp in 1 minuut tijd samen te vatten. Nou, wat ik ga doen, ik ga het proberen... Het complete thema van organen en cellen in 1 minuut samen te vatten. Dat gaat niet meevallen, maar ik ga het wel proberen. Een wekkertje. Die gaat op start. En daar ga ik ervoor. Dit hoofdstuk dat gaat over organen en cellen. Nou, een organisme dat is een levend wezen. Planten, dieren, mensen, bacteriën en schimmels. En die zijn en iets leeft wanneer het levensverschijnselen vertoont. Een organisme was opgebouwd uit cellen. Cellen vormden weefsels, weefsels vormden weer organen, organen orgaanstelsels en het geheel noemden we een organisme. Nou, we hebben een aantal cellen besproken, namelijk plantaardige cellen en dierlijke cellen. Nou, de overeenkomst tussen planten en dieren, dierlijke cellen, nou, die zijn er bijvoorbeeld allebei een celkern, cytoplasma en een celmembraan. Maar een plantaardige cel had de celwand en bladgroenkorrels en dat vinden we niet terug bij de dieren. In een kern zaten chromosomen, langgerekte dunne draden met de stof DNA. Op het moment dat een cel zich gaat delen, zullen de chromosomen kopieën vormen. De kopieën worden uit elkaar getrokken, de cel deelt zich en dit noemen we mitose. Ik ben tevreden. Hey, dit was weer een online les van Dam, jouw online bioman. En vond je dit een goede video? Like het dan. Dankjewel.